Het spijt me dat ik u dit moet meedelen, meneer Versmissen. Het is niet anders. En ziekenhuis is geen optie? Nee, het is terminaal en onomkeerbaar. Maar ik wens u nog heel veel sterkte. Dank u. Papa moet iets vertellen. Het gaat niet zo goed met mama. Luc, luister nu alstublieft. Luc. Hey. Mama gaat binnenkort naar de hemel. Komt ze daar dan? Ja, dat gaat vanzelf. Kunnen we mama dan nog zien? Nee, Luc, nee. Maar dat wil ik niet, papa. Ze moeten hier blijven. Wat zit je allemaal te doen, man? Zit ik gezond geworden of wat? Ik ben een raket aan het maken voor mama. Moet het thuis afbranden? Als je dat nog één keer durft doen, kerel, dan ga je dat wat meemaken, ze. Doe normaal. Het is al moeilijk genoeg. Kom, ik ga maar naar de kamer. Hé, hey, heb je al die tekeningen voor mama gemaakt? Ik ben een raket aan het maken om voor mama uit de hemel te halen. Ja, als mama in de hemel is, dan kan ze eigenlijk niet terugkomen. Ik weet dat mama heel ziek is. Maar we kunnen haar toch tegenhouden? Ga niet, Luc. Mama heeft te veel pijn om hier te blijven en daarom gaat ze naar de hemel. Maar, weet je, geef die tekeningen morgen aan mama, dan gaat ze heel blij mee zijn. Hm? Terug vrienden. Mama. Mama.
iets laten zien. Je weet dat we mama niet kunnen terughalen, maar ik heb iets gemaakt zodat we altijd aan haar gaan blijven denken. Klaar? Lift off. 30 minutes after the end.